Nou, we hebben in de afgelopen jaren een nieuw onderwijsmodel ingevoerd. En eigenlijk betekende dat dat we al het onderwijs hebben herontworpen volgens principes van activerend online onderwijs. Ja, die hele innovatie, dus die hele omslag maken met alle opleidingen op de Open Universiteit. Ja, als rector heeft ze dat aangestuurd en gefaciliteerd. De visie uitgezet, de koers meer bepaald. In de 8 jaar dat ik aan deze universiteit verbonden ben geweest als rector, heb ik een aantal dingen geprobeerd te bereiken. Ik heb geprobeerd om het onderzoek een veel steviger positie binnen deze universiteit te geven, maar ook om het onderwijs zo in te richten dat veel meer studenten ook daadwerkelijk hun doelen kunnen behalen. Wat wij nu geprobeerd hebben, is met gebruik van ICT een model te ontwikkelen waarin we die flexibiliteit en dat in eigen tijd en plaats studeren zoveel mogelijk combineren met een stok achter de deur, waardoor studenten eigenlijk ook geholpen worden om op tijd hun werk af te maken. En je ziet ook dat de rendementen van de cursussen echt vele malen hoger zijn. Dus het helpt studenten beter te studeren. Door het internet, door het met elkaar kunnen werken in een leeromgeving, zijn we veel beter in staat om ook een daadwerkelijke academische setting te maken. En wat je op een campusuniversiteit natuurlijk vrij makkelijk voor elkaar kunt krijgen, omdat daar iedereen op dezelfde plek zit, kun je met een platform zoals wij dat nu ontwikkeld hebben, ook digitaal voor elkaar krijgen. En daardoor kun je onze studenten ook veel meer in het academische vormen en dat academische platform bieden. Ik ben er trots op dat ik het onderzoek in deze instelling een boost heb kunnen geven. Ik ben er ook heel trots op dat wij internationaal binnen Europa echt innovatie voor onderwijs in gang hebben kunnen zetten met anderen. En ik ben er vooral ook trots op dat wij de afgelopen 8 jaar een nieuw onderwijsmodel met een nieuwe leeromgeving in deze universiteit hebben kunnen neerzetten.